Louis, kom er maar in. Hallo, Tamara. Oh, zit ik jou weer verkeerd aan? Dan moet je me wel aanzetten. Ja, ik zeg het net tegen hem nog. Ik ben natuurlijk 4-5 weken ben ik weg geweest op vakantie. Eens even zoeken waar de knopjes zitten. Ontregelradio ineens. Ja, ja, waar zit het allemaal ook alweer? Maar goed, ik hoor je. Ik hoor je heerlijke warme stemgeluid weer door mijn oortjes. Dat is fijn. Ja, ik hoorde dus ook net even tussendoor. We gaan het zo meteen over iets heel anders hebben. Maar ik kom er nu pas achter dat jij dus ook gewoon muzikant bent. Dat wist ik helemaal niet. Ja, ik maak muziek. Ja, maar wat allemaal? Doe me de rijtjes op. Nou, ik heb een album gemaakt met Jules Deelder, Gerrit Komrij. En er komt een hele mooie retake aan met Josh Stone en mij in december. Dus dat is nog een heel erg nieuwtje wat ik nu eventjes verklap alvast. Ik wou zeggen, Josh Stone, jongens. Dat is toch eventjes een naam die je daar doet. Stuck on You gaat het heten. Zo, maar Josh Stone, sorry hoor, Louis, ik vind je een schat van een vent. Maar hoe kom jij nou... He, als onze Amsterdamse Louis hier nou bij Josh Stone zomaar eventjes in contact. Ik deed een interview in mei met haar dit jaar over haar nieuwe album Water For Your Soul. En dat was meteen een klik, omdat ze heel erg is van het samenwerken. En dat ben ik ook. Ik ben ook altijd op zoek als ik met muziek bezig ben om van 1 plus 1 3 te maken, om het maar zo te zeggen. Ja. En dan ontwikkel je echt andere dingen. En ik heb gewoon gevraagd van, joh, we hebben je muziek opgenomen. Er staat een vocal los. Kan ik daar wat mee doen? Kan ik daar mijn muziek omheen bouwen? En dat heb ik gedaan. En toen zei ze, nou, this is one of the best remixes I ever heard. So, wat? We're gonna release it. Nou, maar dat zou je maar gezegd worden door Josh Stone. Die heeft bizar. Niet met de minste mensen samengewerkt. Dan heb je het echt gewoon verdomd nog goed gedaan. Ja, ik glim ook wel stiekem een beetje zo door de microfoon. Ja, terecht ook zeg. Maar krijgen wij dan ook een soort primeurtje hier? Want ik wil hem nou wel heel graag horen. Ik heb hem niet bij me. Ik mag het nog niet vrijgeven. Maar dat komt wel in ieder geval in de eerste week van december. Dus de datum, die hoor ik nog. Maar dan ga ik het zeker, als je dat leuk vindt, een keertje draaien. Ja, ja. Je mag het ook wel een keertje meenemen hoor. Dat is natuurlijk ook niet erg. Daar ben ik heel makkelijk in. Wie weet. Maar goed, eerst wat heel anders. Want Louis die is hier natuurlijk altijd omdat hij het leuke project gestart is afgelopen lente, zomer. Wat was het? Ja, in de lente. Vondelpark Live. Ja, Vondelpark Live. En dan zitten we hier in het mooie Vondelpark CS-gebouw waar we ook onze studio hebben verstopt. Daar komen dan in de romantische setting komen er dan een mooie unplugged optredens van allerlei artiesten. Ja. En we hadden al Joris Zwart gehad. En we hebben deze week of maand hadden we Eelke Ankersmit. En die was van de Rack Trade. Ja, dat zei mij dus niet direct wat. Maar wat is de Rack Trade? De Rack Trade is een soort van alternatieve rockband die al wel een paar hitjes heeft gehad. En die is nu gestopt. En Eelke was daar de frontman van. En toen hij afstudeerde bij het conservatorium van Amsterdam had hij 9 voor zijn eindproject. En dan heeft hij een solo LP opgenomen, een EP. En die heet Old Friend. Dus die band die hield ermee op. Maar hij dacht van ja, ik ben natuurlijk een muzikant. Ik ga door. Dus ik ga die releasen. En daar hadden wij de primeur van in Vondelpark Live. En dat nummer, dat heet December. En dat klinkt zo. Oké. Okay. Do you miss me? Just as much as I miss you. I miss your smell, your warmth, your laughter. Most of all, I miss the love that we once knew. When you were with me, when I was with you, I wish I could have done much better. But I know that I did all that I could do, and it just wasn't enough to pull us through. And I know that you did too. Ooh. When I think back on the good times, and I think about the low, seems like it's been such a long time. Don't you think we've learned enough? What we did was for the best, but now that things have come to rest, I think we might belong together. And I'm scared to death, I miss my shot at love. You and I were tangled up, but we put that to a stop. Now can we try to start things over? 'Cause I feel like time has healed all that it can.
I still feel like heaven, man. Baby, think back on the good times. Think about the low. Does it seem like such a long time ago? Don't you think we've learned enough? Don't you think we've learned? Welkom bij Kicks Radio. Ik ben Ilke Ankersmit en ik heb net gespeeld bij Vondelpark Live. En het was tof. Wat lief dat hij dat zo zegt ook. Ja, hè? Leuk. Ja, het was ook een hele aardige jongen. En ik denk ook van enorm talent. Ik hoop dat we daar ook weer heel veel van gaan horen. Want als je zoiets kleins zo mooi kan laten klinken met je stem en alleen een gitaar. Ik was er echt door ontroerd. Nou ja, ik had het er net even tijdens dat hij aan het zingen was over. Van, het lijkt wel gewoon een albumopname waar je naar luistert. Mm-hmm. Het is echt spotless inderdaad. Maar wat een stem en wat een goed liedje ook. Ik vind het echt een heel mooi. Het zou goed doen op de radio dit. Het is ook de eerste single van die soloplaat Old Friend. En ik vraag natuurlijk altijd even achteraf aan artiesten, aan Ilke in dit geval, hoe ze het hebben gehad. En daar gaat hij ook wat over vertellen over die release. En laten we even luisteren. Ik vond het super tof. Ik heb een half uurtje gespeeld. Liedjes van mijn EP die maandag uitkomt. En nog wat nieuwe dingetjes en wat oude liedjes van de Rack Trade, mijn band. En ja, het was leuk. Mensen waren aan het luisteren, dus dat was te gek. Ja, want de Rack Trade is onlangs gestopt en jij koos voor solo. Lijkt me heel spannend. Ja, is het ook, ja. Dit was het derde solo optreden en het is nog steeds heel erg spannend inderdaad. Ik had mazzel toen de Rack Trade stopte. Het was in overleg dat ik toevallig voor mijn eindexamen van het conservatorium een EP had opgenomen, solo EP. Dus dat ik kon direct doorpakken, zeg maar. En dus dat ben ik nu aan het doen. En die solo EP voor de luisteraar, die heet? Old Friend. Old Friend. En kan je er even wat over vertellen? Van wat is daar de achtergrond van die mooie titel? Dat is een titel van een liedje wat ik denk misschien al wel 4 jaar geleden heb geschreven en dat er ook op staat. Het zijn in totaal 6 nummers. De andere 4 zijn geschreven in een periode vlak nadat het mijn relatie uitging. Dat hoor je ook heel erg in EP terug, want het is natuurlijk allemaal heel erg dramatisch. Het is heel mooi wat we horen, maar het is dramatisch wat we horen. Ja. Dus het is echt op waarheid gebaseerd. Ja, het is op waarheid gebaseerd. En natuurlijk romantiseer je altijd dingen op een bepaalde manier een beetje. Omdat je ook wil dat het voor meer mensen herkenbaar is dan alleen voor jezelf. Maar ik hou altijd wel van dat soort break-up platen en dat soort pijnlijke muziek helpt. Ik krijg vaak de reactie dat de mensen er baat bij hebben, weet je wel. Het is niet zo dat mensen erdoor in de put raken door ernaar te luisteren. Nee. Maar juist eerder het tegenovergestelde. Of ze voelen zich gesteund of zoiets, weet je wel. Ja, de kapotgaande liefde. Dat is toch echt. Dat heeft de meest prachtige muziek altijd opgeleverd. Inderdaad. Is dat herkenbaar ook voor jou? Ja, absoluut. Maar ik herken ook wat hij zegt. Dat je eigenlijk is het lekkerst om naar zielige muziek te luisteren. Als je niet meer vers in je verdriet zit, maar de verdriet een herinnering is. Dan wordt het zo'n oh ja gevoel. Dan kan je er zo lekker in gaan hangen. En dan is het ook niet meer te pijnlijk, maar dan kan je er gewoon lekker in hangen. En dan kan je een beetje genieten eigenlijk van het oude zeer. Dat is heel gek. Maar en het luxe is dan denk ik weer van een muzikant is van dat hij dan ook gewoon eventjes in die herinnering kan blijven. Dat hij het ook echt zelf maakt. Ja. Maar het lijkt ook wel weer heel moeilijk. Ik denk ook dat het. Dan zit je weer met dat nummer. Na 10 jaar bijvoorbeeld zit je weer aan die liefde te denken. Ja. Je hebt ook wel eens bepaalde artiesten die zeggen van dit nummer wil ik echt niet meer zingen. Want nee. Dan ben ik gewoon, dat is gewoon klaar nu. Maar ja, op een gegeven moment heb je het ook wel genoeg herleefd. Denk ik dat je denkt, nou zit ik er niet meer in. Ja. Nee. Dan hebben ze gelukkig nog de opnames in de plaat. Ja. Oké, dit smaakt me naar meer. Dus zullen we er gewoon nog één laatste nummer van deze beste Ilke Ankersmit gaan luisteren. En dat nummer heet Ghost. Something about her, it's hard to see up close. But when she's gone, I know. When she's gone, I know. When she's not around, I feel just like a ghost, like I'm see-through.
exist at all. And I want to be seen, but I don't want you to know. That surround me, although they are my own, usually fill in their purpose. I always question what I'm told. And I remember New Year's and being tired, full of hope. That was one of those lies. But how could I have known? And so I wait and wait for the lights to come on, for the lights to come on. 'Cause I want you to find me, but I don't wanna show. Dankjewel. Ghost hoorden we. Ilke Ankersmit. Ik ga deze naam wel onthouden. Ik vond dit erg mooi. Mooi om te horen. Ja, dat is leuk. Ook de bedoeling misschien wel een beetje. Dat ja, die namen wel, inderdaad in mensen hun hoofd blijven kleven. Ja, maar het is ook mooi dat je dan... naast, want je hebt natuurlijk af en toe ook gewoon wat bekendere namen. Maar dan is het leuk dat je af en toe ook even een pareltje naar voren kan schuiven. Ik ben altijd heel erg van het motto van sommige mensen zeggen van onbekend maakt onbemind. En dat vind ik altijd zo... Gelul. Zo'n gelul. En dat moet gewoon eens een keertje stoppen. Dus ik hoop ook met dit gevoel dat ook met het concept van de Park Live dat ook... Ja, doorpraat op die manier. Ja, volgens mij staan wij met onze fakkels en pikhouwels ondertussen vooraan in deze parade daartegen. Ja, en Tamar, we hebben 30 oktober de nieuwe editie. Ja, 30 oktober. En voor mensen die denken, het was toch altijd ook buiten, dus koud. Nee, we kunnen gewoon lekker naar binnen hier. Er zit een heel fijn, knuswarm café hier met lekkere drankjes en hapjes. En daar kan je dan zitten in een intieme setting. Gewoon gaan luisteren naar volgende keer. The Marines. En dat is een indie rockband en ze doen deze keer voor ons een akoestische set. En ze worden ook wel eens een beetje genoemd als opwindende, melodieuze, alternatieve pop uit Utrecht. De hele zin krijg je dan, maar dat is het ook wel. Maar ze zijn ook in sound een beetje te vergelijken met de Beach Boys soms. Omdat ze heel erg mooi kunnen samenzingen. Ja, en als dat een groot succesvol muziekfenomeen is waar veel mensen van houden, dan is het wel, zijn er wel de Beach Boys. Precies. Dus dat moet voor ieder wat wil zijn. Ja, en ze hebben ook net een nieuwe plaat uit, Bang the Drum. Dus ik denk dat we daar ook dingen van gaan horen. Dus ja, onder andere Heartbreak, denk ik. Yes. Maar dat hebben we volgens mij hier niet staan. Nee. Maar ik heb wel iets anders lekkers klaarstaan. Omdat we natuurlijk het over Joss Stone hebben gehad. En ik mag het nog niet horen van je, dus dan moet ik zelf maar wat naar voren schrijven. Dacht, dan ga ik gewoon nog even mijn lievelings van Joss Stone eventjes voor jou draaien. Dankjewel, om te kijken leuk. Of je dan nog wat extra kan glimmen dan je al doet. Alrighty. Tot de volgende maand. Tot de volgende. Yes, sure. Tell me about it, Joss Stone.